Zo, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Ja, ik ben er. Maar zoals jullie zien, kijk, hier, het Juliana-logo. En niet mijn andere sportkleren. Want ik ben vandaag niet gaan sporten. Om de dood eenvoudige reden, wij moeten vandaag naar het zuiden van Nederland. En daar moeten we voor verzamelen. En daar zat een, een sportschooltje zat er niet in vanmorgen. Natuurlijk had dat wel gekund. Maar ik had vannacht zo beroerd geslapen, die scheidmuggen. En muziek van. Maar goed. Dat even terzijde. Voor de rest, ja, gisteren nog even een lekker barbecue gedaan. Mijn zoon en de vriendin die waren bij ons. Dus het was gezellig. En dat is waarschijnlijk de laatste keer voor dit jaar dat we hebben kunnen barbecuen. Dus dat was een mooie afsluiter gisteren. En dat. Komende week qua weer wordt het ook niet echt heel interessant in verband met het rijden met de motor. Het wordt natuurlijk nu langzaamaan weer koeler. Nou, en de kou, dat kan er nog, maar dat dan de mogelijkheid op regen weer gaat toenemen door de week. Nou, dat is gewoon k. Dat is jammer. Dat is jammer, want ik had, natuurlijk, hè, motorrijden, dat moet je leuk vinden, anders doe je dat natuurlijk niet. Maar je moet het ook wel leuk vinden om dan naar het werk te gaan. Stuk op een snelweg, meestal, het liefst rijden natuurlijk over binnen door en er is weinig mogelijk snelweg. Maar goed, het is gewoon werkverkeer. Dus dan ben je toch gewoon recht toe, recht aan naar huis toe rijden of naar het werk rijden. En dan krijg je dat. Maar voor de rest, afwachten. Ik heb de datum van 21 september, die staat bij mij in de agenda. Dan is er nog een sluitingsrit. Daar wil ik een sluitingsrit wil ik mee aansluiten. Maar dat is een sluitingsrit van de DMB, zoals ze dat noemen. Dus een motorclub van oud en verdienende mariniers. En die houden dan sluiten zitten. En mag in principe mag iedereen daarbij aansluiten. Dus al ben je geen marinier of wat dan ook. Of op het moment dat je maar een motor hebt, mag je daarbij aansluiten. Dus gewoon algemeen. Niet zozeer op mariniers gericht of oud mariniers gericht of oud gediende. Maar gewoon in het algemeen. Dus iedereen mag daarbij aansluiten. Dus ik ben benieuwd. De openingsrit die ik wilde doen in het begin van het jaar, die was in het water gevallen, oftewel te kregen stukken met de motor. En ik hoop dat dat deze keer niet weer gebeurt. Want dat zou wel echt ziek zijn. Dat op het moment dat dat zou gaan gebeuren, dan heb je de motor gefixt. Je gaat ermee naar het werk dagelijks, wekelijks. En dan heb je er eigenlijk geen last van. Één keertje heb ik er nog last van gehad in Helmond. Toen stond ik in Helmond en toen deed het weer even niet te schakelen. Toen dacht ik eerst van ruk. Maar op een of andere manier hij klikte weer eruit en ik kon weer doorrijden. En sindsdien heb ik eigenlijk geen last meer gehad. Dus waarom dat hij het dan doet, dat blijft nog steeds een beetje een verhaaltje. Maar goed, zolang hij het dan weer doet, dan is het weer goed. En toen zei ik natuurlijk een keer de accu vervangen. Ook dat was een probleem met de ontsteking, maar af en toe met dat boop. Dus dat is ook nagenoeg een beetje opgelost, alhoewel van de week deed hij het wel een keertje. Twee keer. Dat ik dacht van hoe? Dus ik ben waarschijnlijk van plan om te kijken om de benzineleidingjes en de filtertjes en misschien de of in ieder geval een carburateurreiniger erin te knikkeren voordat ik hem
voordat ik hem in de schuur zet, of voordat ik hem in de schuur, voordat ik hem winter klaar maak, dat ik dan nog een keer ga halen om een keer er doorheen te gooien. Wellicht dat er misschien toch wat kleine vuiltjes zijn die erin zitten, die af en toe dat een beetje veroorzaken. Dus, maar goed, dan moet ik dan eventjes naar kijken of dat inderdaad het verhaal is. Nou ja, voor de rest, nogmaals, van de week hebben we een bekerwedstrijd gehad. Dan gaan we natuurlijk van hak op tak voetballen, motorrijden, voetballen. Van de week is er een bekerwedstrijd gespeeld bij Julianen tegen Galderop. Nou, die hadden gewonnen met 4-2. Het was een rare wedstrijd, laten we daarmee verbouwen. En ik zie allemaal van die Lancia Deltas rond mee met Duits kenteken. Dat zou een of andere treffer zijn of zo. Ik denk dat dat zoiets is. Allemaal van die Lancia Deltas. Mooi. Wel oude. Oké, dat even terzijde. Voetballen, woensdag, beker. Galderop. Gewonnen, 4-2. Uiteindelijk, in de verlenging. Maar, Ga ik er eigenlijk iets van zeggen? Ik denk het niet. Laten we gewoon gaan. We zijn in ieder geval verder geloot tegen FC Lisse. Godzijdank thuis. Anders moet je helemaal naar Lisse toe. Maar dat moet ook even kijken. Het is weer een doordeweekse dag. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Op het moment dat we die halen, dan zitten we echt in het... Je zit al in het grote toernooi van de KNVB-beker. Dus waar je uiteindelijk, zeg maar, op het moment dat je verder komt, profteams tegen je kunt loten. Maar goed, dan moeten we eerst deze ronde, de komende ronde, overleven. En dan kom je dus in die grote pool van als je dat nou eerder had gedaan. Een hele paar jouw auto's. Leggen we een of andere treffer te zijn of zo, joh. Allemaal de triumphs. Maar goed, doen we niet hiermee vandaag. Voetballen. Loting. Wij gaan dus dan in de grote pool als je die wint van Lisse. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je een KKD-club of misschien wel de grote Eredivisie-club kunt ontvangen. Kunt loten. Dus, ja. Tja, yeah. Dat is dan even afwachten. Maar goed, uiteindelijk is het al met al een leuke ervaring voor de jongens. Dat, dat je dat een keer kan meemaken als voetballer zijnde. Ook als club, als Julianen zijnde, is het volgens mij redelijk uniek dat ze dit treffen. In een beker, in de KNVB-beker, om sowieso in deze ronde van de KNVB, zeg maar de grote KNVB-beker, te belanden. Dat was al uniek. En dan om nu nog kans te maken, als die wedstrijd goed gaat, kans te maken om dus dan in het grote toernooi terecht te komen, dat zou een unicum zijn. Dus, fingers crossed. Nou, de fingers crossed, dat gaat bij mij niet zo makkelijk meer. Dus een beetje lastig, fingers crossed. Ja, okay. Goed, dat is het. Nou, ik ben bijna in Malden. Ik ga langzaam afsluiten. Dan zie ik jullie volgende week weer terug. En duimpje. Abonneren. En dan... dan kijk wel. Oh, ik kom overigens nu langs het adres van... een grote, of tenminste een relatief grote YouTuber, MonsterTube. Die woont hier in Malden. Velen weten dit natuurlijk wel, maar anderen ook misschien niet. In ieder geval, die waarschijnlijk mij volgen, zullen het misschien niet weten. Maar MonsterTube, die woont dus hier rechts, op het beeld links van de weg. MonsterTube, rare gast af en toe, maar hij heeft wel veel volgers. Jonge gasten, een hoop met scooter en motors doet hij gekke dingen, Billy. Het is niet helemaal mijn ding. Af en toe maakt hij wel leuke dingetjes. Maar soms dan denk ik ook van joh, je begeeft je op glad ijs.
qua houding. Goed. Dat heb ik even uitgesproken. Goed zo. Ik zeg even duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zien jullie de volgende week weer terug. Bij een nieuwe zondagmorgen vlog. Ik ben benieuwd. Ik zeg de groeten. Ciao.